Beste mensen, is mij gevraagd om een korte presentatie te geven over drempelwaarde, omdat er nogal wat vragen over zijn. Onder het pas was er sprake van een drempel en een grenswaarde. En dat had er alles mee te maken. Pas staat trouwens voor programmatische aanpak stikstof. Het was een manier om te zorgen dat de economie door kan gaan, ondanks het feit dat stikstof een probleem is in natuurgebieden. Onder de programmatische aanpak stikstof was dus een drempel en een grenswaarde. Die drempelwaarde bedroeg 0,05 mol stikstof per hectare per jaar aan stikstofdepositie. Hè. Dus dit is wat neerslaat in Natura 2000 gebieden die gevoelig zijn voor stikstof. Het gaat dus niet om de uitstoot. De uitstoot kan vele malen hoger zijn, maar als een gebied een activiteit ver van Natura 2000 gebied af ligt, dan kan je toch soms een hele lage toename hebben van stikstofdepositie op zo'n gebied. Nou, daar voor al dat soort activiteiten die dus maar een heel klein effect hadden, was een drempelwaarde in het leven geroepen en trouwens ook een grenswaarde, maar daar straks meer over. En het idee was dat wanneer al die activiteiten bij elkaar opgeteld, en dat zijn er misschien wel duizenden in een heel jaar in heel Nederland, dat het toch gezamenlijk niet tot een negatief effect voor al die Natura 2000 gebieden zou leiden. En dat was onderbouwd met de passende beoordeling die onder het pas lag. Hier even schematisch. Het groene gebied, dan had je nooit een vergunning, daar gold nooit een vergunningplicht, want dan zat je onder de drempelwaarde. In het oranje gebied zat je in eerste instantie, hoefde je alleen maar een melding te doen, dus tot de 1 mol per hectare per jaar. Maar dat was maar heel beperkt en daarna was er alsnog een vergunningplicht in het rode gebied, omdat de effecten groter waren dan 1 mol per hectare per jaar, gold altijd een vergunningplicht. En voor de rest waren er altijd nog wel wat enkele uitzonderingen als je al een bestaande activiteit had die in de situatie al een behoorlijk effect had. Zelfs al was er een kleine toename, dan had je alsnog een vergunning nodig. Maar dan was je sowieso al vergunningplichtig. Dus hier nog een keertje het groene gedeelte. Alles wat onder de 0,05 mol per hectare per jaar is, dat komt neer op 0,7 gram stikstof per hectare per jaar. Dat is echt heel weinig. Maar dat was er om voor te zorgen dat het dat er in ieder geval een waarde gekozen was waarvan men zeker wist van hier gaan geen effecten door ontstaan. Zoals gezegd, er waren in het gebied dat oranje was, dan deed je in eerste instantie een melding. Alleen het was zo dat er voor al dat soort meldingen was maar een beperkte hoeveelheid stikstofruimte gereserveerd. Om te voorkomen dat er heel veel kleintjes alles op zouden snoepen en geen ruimte meer zou zijn voor grote projecten die echt van groot maatschappelijk belang waren. En vandaar dat die ruimte beperkt was. En als er ook maar 1 hectare was waar de drempelwaarde, die reservering op was, dan moest er alsnog een vergunning gevraagd worden. Nou, dit heb ik al gezegd, boven de grenswaarde altijd een vergunningplicht. In 2019, mei 2019, heeft de Raad van State uitspraak gedaan de beroemde pasuitspraak. En in die pasuitspraak zijn zowel de grens als de drempelwaarde onverbindend verklaard, omdat ze gebaseerd waren op een ondeugelijke passende beoordeling in de ogen van de Raad van State. En dat had alles mee te maken dat ook in die passende beoordeling allerlei autonome ontwikkelingen van stikstofdaling, beoogde maatregelen die genomen zouden worden, al verdisconteerd waren. En dat mocht niet van de Raad van State. Het moest eerst allemaal zeker zijn of uitgevoerd. En dan mocht het pas meegenomen worden ter onderbouwing. En daarmee verviel dus de grenswaarde en ook de drempelwaarde. Er is dus nu geen drempelwaarde meer. Dat betekent dat in principe alles wat stikstof uitstoot nu vergunningplichtig is.
Dat leidde in eerste instantie dat zelfs de bouw van een dakkapel niet door kon gaan, omdat er iemand met een busje heen moest rijden die diesel verbruikte en daardoor stikstof uitstootte. Nou, in de praktijk valt dat mee. Dat soort activiteiten kunnen nog steeds doorgaan, want het rekenprogramma kan niet tot in het oneindige doorrekenen. En daarom wordt de berekening nu afgekapt op 0,004 en een aantal negens. Aantal mol per hectare per jaar. Afgerond is dit 0,00 mol per hectare per jaar. En dat is slechts 0,07 gram stikstof per hectare per jaar. Dus een tiende van de oorspronkelijke drempelwaarde. En die oorspronkelijke drempelwaarde, heb ik al gezegd, is inderdaad al heel klein. Er is wel eens gezegd dat 1 honderddol op een hectare per jaar al ongeveer gelijk is aan die 0,7 gram stikstof per hectare per jaar. Dus die was bewust heel laag gekozen. Landelijk wordt nu onderzocht of een beperkt aantal projecten met een tijdelijke uitstoot toch gewerkt kan worden met de drempelwaarde. Dat is echter nog niet vastgelegd in wetgeving, dus voorlopig is dat alleen nog maar een exercitie die gedaan wordt. Om erachter te komen of dat kan. En dat betekent voor activiteiten die een uitstoot hebben, die wanneer dat uitgerekend is, 0,01 mol per hectare per jaar uitkomen, dat er dan sprake is van een vergunningplicht. Daarvoor dient natuurlijk eerst wel een berekening gemaakt te worden. Dat gaat in Iris Calculator. Dat is een openbaar programma waar iedereen zijn berekening in kan uitvoeren. En het gaat dan om de effecten van de totaal beoogde activiteit. Dus niet de toename ten opzichte van wat er al is, maar gewoon wanneer je het eindresultaat bekijkt, wat heeft het eindresultaat voor effect? Als dat boven de 0,01 uitkomt, dan is er sprake van een vergunningplicht. En voor bedrijven in Flevoland of mensen in activiteit in Flevoland willen ondernemen, kunnen dan contact opnemen met stikstof@flevoland.nl om te kijken of er een vergunning te verkrijgen zou zijn. Bedankt.